Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en dit is de laatste video van 2020. Ja, echt waar. En zoals ieder jaar ga ik terugkijken op mijn goede voornemens. Ik heb de video nog niet bekeken, dus ik heb hem uiteraard gemaakt aan het begin van 2020. We wisten helemaal niets van corona op dat moment en ik heb hem nog niet gekeken en ik ben heel benieuwd wat mijn plannen zijn. Ik heb geen idee. Meestal word ik in zo'n video, zoals deze die we nu aan het maken zijn, een beetje sip van alles wat ik niet gehaald heb in een jaar. Maar ik denk dat we een heel realistisch beeld moeten hebben nu dat er waarschijnlijk heel weinig behaald is. Aangezien we eigenlijk alleen maar konden streamen dit jaar. Geen evenementen of wat dan ook. Ja, in de titel staat huis kopen, dus dat is wel iets wat behaald is. En daar ben ik ook echt zo enorm dankbaar voor dat dat gelukt is. Dat was echt een droom voor mij al jaren. En die heb ik nu gehaald. Maar goed, laten we vooral beginnen met het terugkijken naar mijn goede voornemens van 2020. Vertel het, take it away, Mattia. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga beginnen met zeggen... Gelukkig nieuwjaar! Oh my god, ik zie er niet zo goed uit daar. De make-up zit onder mijn ogen. Ik heb nu ook heel weinig make-up op, maar volgens mij zat ik er een beetje doorheen op dat moment. Dat heb ik altijd wel een beetje met oud en nieuw. Maar dit, ja, ik weet niet. Ik hoop dat jullie een hele fijne jaarwisseling gehad hebben. Ik ook, denk ik. Ik weet het niet, want het is nog 2019 waar ik nu zit. Maar het is bijna 2020. Het was een hele leuke jaarwisseling. En dat betekent dat het tijd is voor mijn goede voornemens van 2020. Ik heb het idee. Mijn scheiding zit niet in het midden. Zien jullie dat? Oh ja, daar keken we naar. Stoort niet me. Naar die mascara onder je oog. Ik heb er ook bij, met de goede voornemens. Ik heb zoals gewoonlijk het boekje des boekjes. Dit. Hij is nog steeds niet vol. Ik ben nu ongeveer halverwege. Hier heb ik ieder jaar nog mijn goede voornemens opgeschreven. En dit jaar ga ik ze weer hier uit oplezen. En ik heb een hele hoop dit jaar. Ik heb best wel wat goede voornemens dit jaar. Ik kon echt een hele hoop verzinnen wat er zit ik dit iets jaar tussen je tanden bereiken. Ook. Misschien doe ik mezelf niet goed. Misschien leg ik de lat te hoog voor mezelf. Dat zou kunnen. Maar we gaan het zien. Dat weet ik wel zeker. Als eerste doel, en dat vind ik het belangrijkste doel eigenlijk... Dat is lekker doorgaan met streamen. Nou ja, dat is een goed doel. Ik denk dat dat een heel realistisch doel is. Dat is ook gelukt. Ik was dit jaar de vrouwelijkste streamer met de meeste streamuren. Dus dat is zeker gelukt. Nou, check. Eerste is gehaald. Het doel is, ik vind het superleuk. Ik probeer iedere dag te streamen. Dat wil ik doorzetten in 2020. Dat ik geen baantje erbij hoef te nemen. Dat hopen we. En ik wil hier aan toevoegen dat ik veel extra community dingen wil. Ik heb dit jaar, in 2019, heb ik veel georganiseerd. Dus dagjes uit, borrels, mijn zomertour. Yeah. Maar ik wil ook wat online dingen organiseren met de community. Dus misschien filmavondjes of serie kijken samen. Oh, dat hebben we gedaan. We hebben Harry Potter natuurlijk gekeken. Even, kijk, die barbecues en borrels, die konden allemaal niet doorgaan dit jaar. Dat moeten we ons gewoon bij neerleggen. Maar we hebben wel Harry Potter avonden gedaan. Dat vind ik dus heel leuk. Dat heb ik uiteindelijk dus wel gedaan. Weer eentje die we af kunnen vinken. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden hiervan en wat jullie leuk vinden. Dus laat het me vooral even in de comments weten als je een goed idee hebt. Ook vind ik het heel leuk om creatieve dingen te organiseren. Of om echt even na te denken over nieuwe content op Twitch. Dus ik heb dingen zoals de Dungeon. Ik heb de Mattia Awards. De Mattia Awards, de feestweken die ik iedereen heb. Feestweken is iedereen fan van. Of een challenge van een paar dagen of een 24 uur stream. Maar dan creatieve dingen bedenken. Ja, creatief doen. Ik vind dat ik dit jaar niet zo heel creatief ben geweest. Sky is the limit hierin. En ik kan niet wachten tot wat er in 2020 gebeurt. En dat ik dit terug zit te kijken en dan denk... Oh, dit jaar hebben we dit gedaan. Ik hoop echt dat dat gebeurd is. Even denken. Hebben we nou iets gedaan dit jaar? Wat, pompoenen hebben we gesneden, vond ik heel leuk. Maar dat is, dat is niet iets creatiefs bedacht. Ik heb dit jaar niet zoveel creativiteit... op mijn stream losgelaten. Ik denk meer in mijn webshop. Daar ben ik wel losgegaan. De kerstkaartjes en de kerstpakketjes vond ik echt super leuk om te maken. Dus dat is ook het laatste maand weer. Dus
Ik haal een beetje aan het eind van het jaar haal ik alles in wat ik wilde doen. Ik zeg je oprecht, ik heb dit niet van tevoren bedacht. Bekeken. Of na een half jaar nog bekeken. Ik kijk dit letterlijk nu weer voor de eerste keer. Wat gaat gebeuren in 2020? Oké, dan heb ik als tweede puntje mijn PT, personal trainer, opleiding afronden. Dat staat wel op de planning. Dat moet in 2020 gebeuren. Dus ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. En in het verlengde daarvan wil ik dus mensen online helpen met hun fitness en met voeding. Ja, dit is ook natuurlijk in het water gelopen. Door 2020 coronatijd kon ik in ieder geval geen stage lopen in een sportschool en zo. Dus dat, en ik heb gebeld, ik mag nog tot 2022 deze studie doen. Dus dit heeft niet zoveel haast. Het staat nog steeds wel op mijn planning. Ik heb een nieuwe serie aangekondigd die ik in 2020 ga starten. Waarbij ik mensen ga helpen met fitness, workouts, trainingen. En natuurlijk heel belangrijk, voeding en mental health. Mental health weet ik dit natuurlijk van. Dus nou, wat ik kan doen voor mensen online. En die serie ga ik opzetten. En mijn doel is natuurlijk gewoon dat dit een succesvolle serie wordt. En dat ik heel veel mensen hiermee kan helpen. Dan heb ik nog... Daar gaan we mee verder in 2021. Dat is een misschien best wel realistisch doel. Derde doel is dat ik naar een hardstyle/hardcore feestje wil met de Mad Squad. Dus er wordt zo vaak hardcore, terror, weet ik het allemaal, aangevraagd in mijn stream. En ik kan er wel naar luisteren en ik vind... Ja, dat ging niet door, hè? Coronavirus! Dus nou wil ik het eigenlijk dit jaar... Pandemic! Ik ben dus naar een hardstyle feestje geweest. Maar ik wil dit jaar een keer naar Harmony of Hardcore met jullie. En welk feestje het gaat worden en wie er allemaal meegaat, dat gaan we vast allemaal bespreken in de Discord. Dus die kun je ook joinen als je wil. Ik ben heel benieuwd of we het dit jaar voor... Gaan we 2021 gewoon doen. Het vierde doel, dat is eigenlijk een soort... ook een doel wat ik gewoon op heb geschreven. Een beetje brutaal misschien om dat zo online te zeggen. Anderen zouden het misschien een beetje verzwijgen. Maar ik zou het heel leuk vinden om weer een headset, keyboard, muis sponsor te hebben. Op dit moment heb ik die niet. Hey, ja, die hebben we! Trust Gaming! De schatjes van Trust Gaming sponsoren me. Ja, headset, microfoon, stoel, keyboard, muis, alles! En ik hoop ook dat zij mij al benaderen voordat ik dat heb gedaan. Dus ik hoop dat er in 2020 weer een leuke sponsor toegevoegd kan worden aan mijn stream. Dat? Yay, gehaald! Zo in mijn boekje kijken, we hebben echt veel gehaald! En de dingen die we niet gehaald hebben, lag een beetje buiten mijn macht. Die ik heb gesteld voor 2020. En ik kan jullie vast al vertellen dat ik geen volger goals ga zetten. In ieder geval niet voor een jaar. Want ik zit er altijd naast en het doet me altijd een beetje pijn dat ik ze niet gehaald heb. Dus dit jaar ga ik het gewoon niet doen. Ik hoop dat Future Mathia hier blij mee is. Dan heb ja, ben ik blij mee. Goals die ik wil halen in 2020. En als allereerste staat op het lijstje... huis kopen. Ja! Wat een succesvol jaar! We hebben gewoon een huis gekocht. Helaas hebben wij geen huis kunnen vinden die aan onze smaak voldeed en in ons budget past. En ons budget is erg laag, omdat wij allebei zelfstandig ondernemers zijn. En dat vindt de bank gewoon niet zo leuk. En we gaan proberen het in 2020 wel voor elkaar te krijgen om de bank te overtuigen. Ja! Gelukt! Oh, zo dankbaar. Dus dat is echt een doel voor mij in 2020 om dit te halen. En ik hoop eind 2020 dat dit lukt. En als dat niet het geval is geweest... Halverwege 2020 al. Begin 2021 een huis voor ons in. Nou heb ik het niet over een losstaande gigantische villa. Hè? Dit gaat over een rijtjeshuis wat gewoon betaalbaar is. Voor... We hebben gewoon de 201 kappen, okay, hè? Dan heb ik als tweede punt... Oh mijn god, dit had ze nooit verwacht. Zijn jullie dat? Een privédoel of zo? Een buiten Europa op vakantie gaan. Oh ja, buiten Europa op vakantie gaan. Dat is mijn tweede privédoel. Dat ging niet, hè? Niet gelukt. Gewoon op het lijstje, wie weet komt die uit. Zo heel erg hoog op mijn verlanglijstje staat om een keer naar Miami te gaan, Florida. Ja, dat is volgend jaar. Waar ik geweest ben. Mexico staat. Dat staat echt voor 2022 op mijn lijst. Australië, Nieuw-Zeeland, maar dat is echt... Nee, dat zit niet in het budget. Maar... Weet je, een girl can dream. A girl can dream. De volgende is een heel belangrijk doel. Misschien is deze wel het belangrijkste van allemaal. En dat is veel tijd doorbrengen met mijn familie. Ja, het zou zonde zijn als ik
Dat is wel gelukt. Ik denk van, oh, had ik maar vaker. Weet je wel, dat wil ik voorkomen. En ik wil sowieso heel graag mijn neefje Flynn zien opgroeien. Ik heb heel veel opgepast. Ja, dat wil ik echt niet missen. Heel leuk. Dus, ik heb heel veel Flynn gepast. Dat was echt heel leuk. Om Flynn te zien groeien. En ben heel laatste, met mijn ouders. We zijn er doorheen gevlogen deze keer. Is een nestje kittens met Nagini. Ja, dat zou ik zo leuk vinden. Ik weet dat Nikki hier niet op zit te wachten. Die wil geen nestje, hè, met Nagini. Oh, dat gaat echt nooit meer gebeuren. Een nestje met Nagini. Want Nagini is gesteriliseerd in januari 2020. Dus dit wist ik al heel snel dat het niet ging gebeuren. Ik vind alleen in dit huis is het niet mogelijk. Dus dan moeten we wel eerst een nieuw huis hebben. En dan kunnen we pas kittens nemen. Als het Nagini gegund is natuurlijk. Maar met katten gaat het altijd wel goed. Ja, dit huis is te klein daarvoor. We hebben geen ruimte voor een nestje kittens. Maar ik hoop dus dat we volgend jaar een huis hebben waar het wel kan. Dat waren alweer mijn goede voornemens voor dit jaar. Ik heb heel veel zin in het opnemen van mijn YouTube-serie Workout with Co-out. Dat komt weer terug hoor. Want zo gaat die heten. Dat weten alleen de mensen die deze video tot het einde hebben gekeken. En dan zie ik jullie heel graag bij een Workout met Co-out. En dan rust mij alleen de vraag aan jullie om een duim omhoog te doen als je mijn goede voornemens een beetje leuk vond. Laat ook jouw goede voornemens weten in de comments hier beneden. En dan ga ik ze allemaal even lezen en dan ben ik benieuwd of ze een beetje overeenkomen met mijn goede voornemens. Abonneren kun je leren, dat is namelijk op de rode knop drukken hieronder ergens. En dan staat er abonneren of subscribe, daar klik je gewoon op. En dan heb je geabonneerd op mijn kanaal. Zo makkelijk is het. Dat is inderdaad heel makkelijk. Als je dat al gedaan hebt. En ik zie jullie. Doe het nu. Doeg. Even kijken. Oh, die sound. Even kijken. Tijdens editen veel. Dus hopelijk kunnen jullie het doen. Het valt me een beetje tegen dat je niet in het bubbelbad van opa liggen als goede voornemen hebt. Sorry, ja, dat is inderdaad niet behaald. Allerbeste, kijk, eindelijk wel eens. Ik hoop dat je goed. Oh, nou, dat is geen. Ik dacht, misschien komen er hier nog mensen die hun goede voornemens zeggen. Wens je veel succes met je voornemens. Mijn voornemen is rijbewijs halen dit jaar en naar TwitchCon Amsterdam. Ja, dat was mijn voornemen ook, TwitchCon Amsterdam. Maar helaas is die gecanceld. Because of a pandemic, hè? Maar je rijbewijs halen, dat heb je wel gedaan. Hopelijk. Of niet, dat moet nog misschien gebeuren, maar dat horen we nooit, dat weet ik niet. Ik zal het eens aan hem vragen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik kan best wel stellen dat we een super succesvol 2020 hebben gehad. Kijk, de reizen en de meetings en zo, ja, die zijn gecanceld. Maar eigenlijk heb ik al het andere gewoon behaald, behalve een nestje met Nagini. Maar dat gaat niet meer en ik zou het nu ook niet zo graag meer willen, want ik vind Nagini gewoon heel lief. Dat ik gewoon alles gehaald heb. Echt bizar. Dat had ik niet verwacht toen ik deze video maakte vorig jaar. Dus dit geeft me echt een lekkere goede stemming. En daarmee ga ik ook lekker deze video afsluiten. Ik wil jullie alleen nog maar een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Een fijne oud en nieuw. Het is misschien een beetje gek jaar. En dat is voor iedereen zo. Stay safe, zoals ieder jaar, stay safe. Maar dit jaar misschien een beetje extra meer met een mondkapje en wat desinfectiemiddel. En ik zie jullie graag in het nieuwe jaar hier weer op YouTube. Dankjewel voor het kijken en tot volgend jaar.